Hallo, welkom bij de 17e aflevering alweer van Zit een oudheidkundige met de rug naar een boekenkast. Mijn naam is Jona Lendering, ik ben de oudheidkundige van dienst en uit de boekenkast heb ik vandaag dit boek gehaald. Het is geschreven door Charles Redman, sociaal wetenschapper en archeoloog. Het heet The Rise of Civilization. Het gaat over de prehistorie, over het Chalcolithicum, over de bronstijd. Het gaat over het ontstaan van onze beschaving, waarbij ik het woord beschaving even gebruik voor mensen die in steden wonen. Daar is een hele discussie natuurlijk over te voeren. Wat is beschaving? Zijn wij als beschaafde mensen wel beschaafd? Maar die discussie die voer ik vandaag niet. Ik heb het gewoon even over het ontstaan van de steden. En dat is waar Charles Redman zijn boek aan heeft gewijd. Het is een geweldig goed boek. Moet u het lezen? Absoluut. Is het leverbaar? Helaas, het is moeilijk. Vriendelijke mevrouw heeft mij ooit dit boek cadeau gedaan. Die had het gevonden op boekwinkeltjes.nl of zo. Daar ben ik echt tot in lengte vandaag dankbaar voor. Nou, waarom is dit een belangrijk boek? Archeologie is een lastig vak. Je moet namelijk van vondsten die op zich niet zo gek veel vertellen, een verhaal gaan maken. Je vindt een handvol scherven, je hebt een nederzettingenpatroon, je hebt wat huisplattegronden. Hoe maak je daar een verhaal van? Nou, die vraag die ligt er natuurlijk eigenlijk al een hele tijd. En die vondsten zeggen op zichzelf niks. Je hebt een theorie nodig om ze te gaan interpreteren. En daar zijn we eigenlijk al sinds de 18e eeuw mee bezig. Dat gaat niet alleen over de materiële cultuur. Vanaf de 18e eeuw wordt ook etnografisch materiaal erbij gehaald. In de 18e eeuw keken mensen wel van, hé, al die volken leven anders. En de oorspronkelijke theorie, begin 18e eeuw, helemaal niet ongebruikelijk is. Dat komt omdat wij ooit leefden in het paradijs, in de Hof van Ede. Alles was goed en mooi. Maar ja, we werden verdreven uit de Hof van Ede. Die vervelende cherubijn stond daar met het vlammende zwaard. We konden ook niet terug. En hoe verder de mensen van de Hof van Ede raakten, hoe meer ze verleerden, hoe verder ze degenereerden. En ja, daarom komt het dus dat die arme Patagoniërs en die mensen in Tasmanië, die werken met stenen instrumenten, want ze hebben alles verleerd wat ze ooit hadden kunnen weten. Dat is een degeneratietheorie. Dat was een manier om alle etnografische informatie die ze hadden in de 18e eeuw, en dat was al best wel veel, te verzamelen in een soort grote theorie. Zo verklaarde je waarom alle volken andere gewoontes hadden en andere materiële cultuur hadden. Werden van niet, zei Turgot. Hij werd nog minister van Financiën in Frankrijk voor Lodewijk XVI. Werden van niet, zei hij, het zit andersom. De mensheid is opgestegen. Vanuit die primitiviteit is hij steeds hoger gekomen. De Condorcet, zei het hem naast, schreef er een heel leuk boekje over, waarin hij dus de grandioze toekomst van de mensheid beschreef. Eindeloze vooruitgang. Dit staat bekend als de stufentheorie. En de drie stappen waar het om gaat, hier heb ik trouwens het woord, dat zijn wildheid, barbarij en beschaving. De mensheid stijgt als het ware op in dit model van planteneter en aaseter naar jagen, verzamelen. Hij leert het vuur beheersen, hij wordt boer en uiteindelijk is hij net zo beschaafd als al die 19e eeuwse Victorianen. Dat is een evolutie. En dat idee dat is in de 19e eeuw eigenlijk bewezen. Archeologen vonden steeds meer dingen. Het paste keurig netjes in dit model. En het paste niet in die degeneratietheorie. Dus in de 19e eeuw werd bewezen, de verschillen tussen de mensen komen niet uit degeneratie voort. Maar er is vooruitgang in de geschiedenis. Materiële vooruitgang die ons in staat stelt om ook ethische keuzes te maken die we anders niet hadden kunnen maken. Er komen ook keuzes bij die we vroeger niet hoefden te maken. Dus wat dat betreft kun je weer zeggen, is het vooruitgang? Zijn wij beschaafder? Die discussie voer ik vandaag niet. Maar er is wel een mogelijkheid om dingen te doen die we vroeger niet konden. Nou, dat is het verhaal van de vooruitgang. Daar zit een evolutiemodel in. En de volgende vraag die we stelden is, hoe gaat die evolutie? Wat is de motor van die evolutie? Is dat, heel liberaal, frictie tussen individuen? Of is het heel socialistisch, frictie tussen productiewijzen? Nou, daar kun je weer een boom over opzetten. En je kunt ook de vraag stellen, is het een gelijkmatige evolutie? Een conservatief standpunt, ingenomen door bijvoorbeeld meneer Braidwood.
Of is het juist dat de mensheid voortschrijdt door revoluties? En dat werd gezegd door meneer Child. Dit zijn twee centrale figuren in de geschiedenis van de archeologie in de 19e eeuw. Gordon Child en Braidwood. Nou, Child had het over revoluties. Braidwood zag het wat anders. Weer een andere belangrijke innovatie is dat een samenleving als geheel dat die bestaat uit een structuur en een functies. Die structuren zorgen ervoor dat je kunt spreken over een samenleving die een continuïteit heeft. Dus wil je een continuïteit, een culturele continuïteit bewijzen, dan moet je een structuur vinden waardoor het blijft bestaan. En die structuur heeft een bepaalde functie. Bijvoorbeeld het continueren van de samenleving. Maar we kunnen meer functies hebben. Al die ideeën die kwamen samen zo rond 1950 in een standpunt dat neo-evolutionisme heet. Dat is dus een evolutietheorie waarin we van samenlevingstype naar samenlevingstype stappen. Primitieve boeren stappen we naar complexere boeren, stappen we naar stedelijke samenlevingen, stappen we naar imperia, ik noem maar wat dingen. Dat is niet per se een vaste route, dat is absoluut niet aan de orde. Maar dat zijn gewoon diverse maatschappijtypen die op elkaar volgen kunnen. En dat is door die neo-evolutionisten eigenlijk heel mooi gedocumenteerd. Nou, daarop voortbouwend waren archeologen. In Europa had je er een heleboel. In Amerika was het vooral Lewis Binford. Die zeiden, wij moeten daar onze archeologie op richten. Op het herkennen van die samenlevingstypes. En daarbij moeten we harde wetenschappelijke methoden gebruiken. Dus denk aan koolstofdateringen en spectroscopisch onderzoek. Denk aan pollenonderzoek. Laat die teksten maar zitten, dat was eigenlijk helemaal niet belangrijk. Men noemde dat de nieuwe archeologie. Lewis Binford, New Archaeology. Let ook even op de spelling. Dit moet niet met AE gespeld worden, zoals uw spellingscorrectie zit. Het moet met een E worden gespeld. Dit was zoiets als dat we cultuur spelen in Nederland met een K. Dat was de jaren 60. Nooit iemand vertrouwen boven de 30, hè? U weet dat. Belangrijk was ook dat wilden we die samenlevingstypes goed begrijpen, dan moest je het eigenlijk het liefst de causaliteitsrelaties tussen de diverse gebeurtenissen in onze samenleving conceptualiseren in feedbackcirkels. Dus dan krijg je plaatjes zoals dit. Een heel beroemd overzicht is dit, hoe we van een agrarische samenleving via allemaal tussenstappen naar een stedelijke samenleving evolueren. En daar zit lange afstandshandel tussen, producties die gespecialiseerd worden, welvaartstoename is er één, agrarisch areaal dat vergroot wordt, oorlogvoering, allemaal van dat soort dingen kun je hierin noemen en die kun je weer met terugkoppelingen aan elkaar herkennen. En je kunt zelfs heel goed kijken hoe de energiebanen in zo'n samenleving liggen. Je kunt echt voor elk pijltje kun je zeggen hoeveel kilojoule er rondgaat. Dat was een manier om naar het verleden te kijken. Wat Charles Redman hiermee nou doet, is die methode uitleggen en tonen wat doen archeologen nou. Wat is het model bouwen wat ze doen? Wat is de hypothese die je probeert te testen? En hij heeft het dus over een agrarische revolutie en een stedelijke revolutie. En hij ziet eigenlijk ook wel dat het geen revoluties zijn zoals Child wilde, maar vaker evoluties zoals Braidwood het wilde. Hij legt meer de nadruk op het Midden-Oosten, dus zeg maar Syrië en Irak, want daar is hij geweest. Egypte neemt die pro forma nog wel mee, daar is hij niet zo goed in. Maar het is een verschrikkelijk goed boek. Het is uit 1975, het is dus behoorlijk verouderd inmiddels. Het is 45 jaar oud. En de nieuwe archeologie is al lang niet nieuw meer. We noemen het tegenwoordig processuele archeologie, omdat we dus nu systeemtheorie plaatjes waar alles elkaar terugkoppelt. Dat is een proces. Er is inmiddels ook postprocessuele archeologie en eigenlijk zeggen heel veel archeologen, laat die theorievorming maar achterwege, we graven gewoon door. Daarmee verdienen we ons geld namelijk. Maar uiteindelijk is dit toch wel een ongelooflijk goede inleiding tot de archeologie, om de dood eenvoudige reden dat het gaat over archeologie. Pak de krant, gaat het over archeologie, dan gaat het altijd over vondsten. En eventueel een hele spectaculaire conclusie. Het gaat nooit over het testen van hypotheses. Het gaat nooit over de theorievorming over wat voor maatschappijtype we hebben en hoe je dat archeologisch kunt vinden. Dus
Het eigenlijke wetenschappelijke proces wordt nooit uitgelegd. En ik denk dat het hard te maken valt dat als je een goed stuk schrijft naar een krant over wat archeologen feitelijk doen, dat de wetenschapsredactie zegt, nou, dat is wat schools, daar hebben we niks aan. Dat kunnen we niet plaatsen. En dat is eigenlijk wel een probleem voor de archeologie. Wat ik dus eigenlijk zou willen is dat heel Nederland, iedereen moet The Rise of Civilization van Redman lezen. Misschien niet omdat de inzichten correct zijn, want die zijn gewoon 45 jaar oud. Maar omdat dit gewoon nog altijd een verrotte goede inleiding is tot wat archeologen nou feitelijk doen. Hypothese testen. Hypothese bouwen. En het graven en het surveyen, de data-analyses, dat is allemaal afgeleid van vraagstellingen. Dus ja, dit is een hartstikke goed boek. Ik zou het waarderen als u het ging lezen. Laten we op Twitter delen waar wij exemplaren nog te koop hebben gezien, zodat iedereen er voordeel van kan hebben. Dames en heren, dit was de 17e aflevering van Zit een oudheidkundige met de rug naar een boekenkast. Ik ga de filmpjes vanavond naar Kees Huizer sturen, die dit allemaal prachtig gaat monteren, zodat er ook weer leuke filmpjes komen voor volgende week. Ik dank u voor uw aandacht en wens u alvast een heel fijn weekend.